Ik ben Maarten. Dat zijn mijn koeien. De melk die gaat allemaal naar Danone. Ik melk ze 2 keer per dag. 'S Morgens om 5:15 en 's avonds om 5:00. Dat moet heel stipt gebeuren. Vanaf het moment dat ze hier de melk ophalen, is ze binnen de 24 uur verwerkt. En dat is verse melk. Leen van Danone komt regelmatig langs. En die kijkt erop toe dat de koeien in goede gezondheid zijn. En dat we de milieuafspraken naleven. Zo hebben we bijvoorbeeld een biofilter gezet voor het afvalwater te zuiveren en te lozen aan de normen. Ik ben Ilse en samen met mijn man Christophe doen we de melkophaling voor Danone. Alleen het is te zeggen, hij rijdt en ik maak 's avonds de planning voor hem op. Gelukkig liggen de meer dan 200 boerderijen op maximum 85 kilometer van de melkerij in Rotselaar, dus qua kilometers rijden valt dat eigenlijk best wel mee. Die boeren zijn allemaal heel gepassioneerd met hun werk bezig. Christophe komt er natuurlijk al jaren langs en heeft er een heel goed contact mee. Het is heel belangrijk dat het planningstipt gebeurt, want de melk moet absoluut vers bij Danone geraken. Bij de levering in de melkerij in Rotselaar doet hij nog een laatste kwaliteitscontrole. Ik ben Diane en ik werk hier al 35 jaar bij Danone. Als ik gedaan heb met de ochtendshift, dan komt mijn zoon Tom mij vervangen en dan doet hij de late shift. Onze Tom staat ook aan de afvullijn. En wat hij het belangrijkste aan zijn job vindt, is het proeven. Hij proeft om altijd dezelfde lekkere smaak te garanderen. Ik ben Maarten en ik sta elke morgen heel vroeg op, maar dat vind ik niet erg hoor. Zin om te brunchen bij een van onze melkveehouders? Schrijf je dan in op danone.be. Wees snel, want de plaatsen zijn beperkt. Danone, geen toeval dat onze yoghurt zo lekker is.